De ondernemer Shyam Guptar, die in de periode 1993 tot en met 2018 in verschillende internationale drugszaken door zowel de Nederlandse als Surinaamse justitie werd vervolgd, is in februari dit jaar vrijgesproken. Overtuigd van zijn onschuld zal hij als tegenactie een schadeclaim indienen bij de Surinaamse en de Nederlandse rechtbank. Guptar vindt dat beide landen zijn goede naam onterechte grabbel hebben gegooid en wil daarom dat zijn naam in ere wordt hersteld. Vandaag hield hij in het Courtyard by Marriott Hotel een persconferentie, waarin hij een uiteenzetting gaf over de verschillende vervolgingen. De reishandelaar werd tussen 1991 en 1993 door de Nederlandse justitie in het geheim geobserveerd, afgetapt en geschaduwd. Hij werd namelijk verdacht van financiering van drugshandel, witwasserij, belastingontduiking en valsheid in geschriften. Na 14 jaren herhaaldelijk te zijn vervolgd, is hij nu vrijgesproken van alle beschuldigingen. Echter heeft hij door deze vervolgingen miljoenen aan schade geleden. Ook willen banken geen zaken meer met hem doen. Dus, dat vind ik het ergste van allemaal. Mijn privérekeningen, zakelijke rekeningen, alles hebben ze. Compliances. Maar ik ga u vandaag zeggen, ik ga die zaak hoog spelen en ik ga het aanvechten. Dan moet je me zeggen wat voor compliance, waarop beroep je compliance. Dat is een makkelijk woord. Ja, we mogen geen zaken met jou doen. Reden waren geen reden. Ik vroeg op schrift, geeft u mij een reden? Hij zegt, ja, de centrale bankregels en de compliances. Maar je moet zeggen wat voor compliances. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat gebeuren. En het is een staatsbank. Dus ik heb toen mijn... van mijn vonnis gehad in februari. Ik heb het geaccepteerd. Ik was blij dat het al ondanks zoveel jaren heeft geduurd. Ik ben letterlijk door de hel gegaan hoor. Maar wat ik al zei, ik ben een beetje spiritueel en ik ben geestelijk, ik ben een gelukkig sterf. En ik weet, doe ook iets met de span. Maar het had niet gehoeven om dit zaak van Suriname, de Fuke-zaak, die nergens naartoe heeft geleid, mee te incorporeren met druggerelateerde zaken en met money laundering. Dat is het ergste. En dan moet je dat doorstaan 14 jaar lang. Dat is de helft van je leven. En dan als het niet genoeg is, de immateriële en de materiële schade die heb ik geleden. Mijn bedrijven, miljoenen schade heb ik geleden. Alle bedrijven in Suriname zijn finito. Toen Guptar voor het eerst voor de rechtbank in Nederland verscheen, werd hij op borgtocht vrijgelaten. Na 5 jaar dook zijn naam echter weer op in een andere drugszaak. Aan de ondernemer is gevraagd waarom hij niet meteen zowel de Surinaamse als de Nederlandse staat naar de rechter had gesleept, wegens onterechte vervolging, nadat hij bij de eerste zaak vrijkwam. Vooral omdat hij bleef pleiten dat hij onschuldig was. Ja, ik heb niet met daarmee bezig geweest. Niet voor elektrisch leven, ik probeer om mijn geld te compenseren, mijn schadeclaim in te dienen. En dat is, ik heb gedacht, ik ga geen tijd aan verliezen, dat komt wel. En naarmate de tijd vorderde, komt er weer een andere. Die COPASA kwam kort daarna. En je kan niet naar de internationale instanties gaan als je landelijk, waar je bij betrokken bent, niet helemaal bent uitgeprocedeerd. Dus ja, ze hebben die claim betaald in de eerste zaak. En dat was voor mij op dat moment wel in orde. Ik ben vrijgesproken, daar ging het mee om. Maar dat er achter elkaar was, dat ze gaan proberen mij weer. En dat is gewoon op rancuneuze gronden hoor. Want als u dat gaat lezen straks, gaat u zien. In die eerste periode van 3 jaren hebben ze 27 miljoen in mij geïnvesteerd om een. Ja, hoe noem je dat? Of ik iets heb gedaan. Ondernemer Shyam Guptar, die na 14 jaren vervolgd te zijn in februari dit jaar, is vrijgesproken door de Nederlandse justitie. Hij werd verdacht van financiering van de drugshandel, witwasserij, belastingontduiking en valsheid in geschriften. Hij is van plan een schadeclaim in te dienen in zowel Suriname als Nederland.